Wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this whole wide world will do. Darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run so far away. But like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it even when you're not here. Can't conceal it, baby. I really love you, my dear. And though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. No, I'm so in love with you. So darling, help me, please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, please save your love for me. You may have fun with the crowd, but for crying out loud, darling, please save your love for me. Baki Hermane en Vincent Arp, dank jullie wel. Geweldig. Inmiddels hier aan tafel, dames en heren, aangeschoven voor de derde ronde. Europarlementariër Marietje Schaake en Lex Hoogduin. Hij is jarenlang werkzaam geweest voor de Nederlandse Bank en nu hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty. Nou, dat klinkt wel fantastisch. In de financial markets and financial institutions. Mondvol. Mondvol. Ondertussen geef ik alvast mee dat de heer Spong zich opmaakt voor het eindpleidooi. En die heeft ook al aangekondigd, ik ga straks ook nog eens verder in over de vraag wie bewaakt nou de rode lijn. Dus dat gaan we straks horen. Maar nu eerst hier aan tafel een wat mij betreft heel wezenlijk gesprek over onze grondwet. Die staatsgebonden is, die nationaal is in relatie tot internationale markten. En daarbinnen grote internationale bedrijven of superplatforms zoals ze ook wel worden genoemd. Die zich eigenlijk nauwelijks aan dat soort van grondwetten lijken te houden. Het spanningsveld tussen onze nationale soevereiniteit en grondgebonden rechten versus internationale multinationals die om fiscale redenen, maar misschien ook wel om rechtsstatelijke redenen niet of eigenlijk nauwelijks grijpbaar willen zijn in het land waarin ze actief zijn. En daarmee is misschien denk ik meteen de vraag op tafel gelegd. Ziet u, mevrouw Schaake, dat spanningsveld ook? Is daar sprake van? Ja, zeker. Dat is een groot spanningsveld en ik zie het vooral als je kijkt naar technologiebedrijven om twee redenen. Aan de ene kant gebruiken mensen over de hele wereld ze en zeggen ze door oké te klikken op de gebruiksvoorwaarden, in elk geval voor een deel van hun rechten, dat ze die accepteren in een ander gebied. Of in elk geval onder de voorwaarden die een bedrijf stelt. Dus je ziet spanning tussen inderdaad die territoriale werking van wetgeving en wereldwijd opererende bedrijven. Maar je ziet ook spanning in de snelheid waarmee technologie ontwikkelt en ja, de relatief langzame reactie van in elk geval democratische besluitvorming in wetgeving die aangepast moet worden. Is er ooit een bewustzijn geweest binnen de Nederlandse overheid en politiek over het feit dat je eigenlijk je eigen staatsburgers dingen laat weggeven waar je op nationaal terrein juist ongelooflijk scherp op bent? Ik vind het moeilijk om dat voor Nederland te beoordelen, omdat ik natuurlijk op Europees niveau werk. Maar als je kijkt naar wat wij proberen te doen met de rechtsstaat online laten gelden, dan denk ik dat ook het Europese niveau ten aanzien van zo'n wereldwijd internet logisch is om naar te kijken. Je hebt een interne markt. Die willen we ook digitaal, maar die moet ook qua rechten genoeg. Nou, laat ik dan de vraag op dat Europese niveau stellen. Is er op Europees niveau voldoende bewustzijn dat je eigenlijk grondrechten waar je pal voor zegt te staan als Europees parlement, tegelijkertijd laat waveren, weg laat geven op het moment dat je zo'n klikje doet? Ja, daar is zeker bewustzijn van, maar het kost tijd om eigenlijk de snelheid in te halen. Maar op Europees niveau zien we, en ik denk dat dat eigenlijk op een van de enige plekken ter wereld is waar dat zo sterk en duidelijk gebeurt, dat er wel op basis van waarden en principes, bijvoorbeeld het recht op privacy of eerlijke concurrentie door netneutraliteit, dat er wetgeving bestaat die geldt voor internetbedrijven voor wat betreft het aanbieden van diensten op de Europese markt. Ja. Dus het is niet helemaal waar dat er wereldwijd zonder inachtneming van grenzen wordt gewerkt, als bijvoorbeeld Google of Facebook in Turkije gebruikers wil bereiken, dan moeten ze dat volgens de Turkse wet doen. Dus ja, ze passen zich allang aan het puzzelstuk van de wereld, van het terrein waarin ze werken. Lex Hoogduin, we hebben de grondwet er ook op nageslagen of er artikelen staan, laat ik maar even zeggen, richting grote industriële bedrijven. Bedrijven die zich boven nationaal of supranationaal verhouden. Er staat eigenlijk geen enkel artikel in. Nee, en om op terug te gaan naar de eerste vraag, ik ben het er zeer mee eens. Dat is een hele grote spanning die zich eigenlijk kun je zeggen de laatste decennia ook meer en meer heeft opgebouwd. Het gaat mijn zin iets veel verder dan de grote internetbedrijven, hoewel die er een voorbeeld van zijn. We hebben het in feite over de globalisering die zich de laatste 20, 30 jaar, misschien zelfs al wat langer, heeft voltrokken. En waar wereldwijde markten, steeds meer ingebed zijn geraakt in wereldwijde regels. Er zijn wereldwijde regels voor toezicht op de financiële sector. We hebben handelsverdragen waar in sommige gevallen wereldwijde standaarden worden gezet. Nou, in de economie, als je er economisch naar kijkt, kun je eigenlijk zeggen, als je het zo simpel mogelijk zegt, dat op het moment dat je een democratische rechtsstaat hoog acht en wil handhaven, dat je dan heel snel terechtkomt in een afruil tussen verdere globalisering en nationale economische en sociale soevereiniteit. Met andere woorden, als je meer in de richting gaat van markten wereldwijd besturen, of geharmoniseerde regels ervoor hebben, is de onvermijdelijke consequentie daarvan dat je nationale soevereiniteit opgeeft. En dat is de afgelopen decennia gebeurd, omdat dat bewust is gebeurd. Dat begrijpen we allemaal. Hè? Dat, even los van de vraag of je daarvoor of tegen bent, dat is ook gewoon gebeurd. Maar ziet u nu ook, als hoogleraar die zich hier heel specifiek mee bezighoudt, dat dan ook consequenties heeft voor grondrechten? Dat grondrechten die eigenlijk worden verdedigd op nationaal niveau, door dit soort van grote verdragen en globaliseringseffecten eigenlijk en passant zijn weggegeven? Ja, ik denk dat dat... ik weet niet of het specifiek voor de grondrechten altijd geldt, maar het geldt zeker. Nou ja, er staat bijvoorbeeld wel wat over arbeidsrecht. Hè, en over het recht op eerlijke... Zeg maar, de sociale grondrechten zoals die in de Nederlandse grondwet staan. Daar heb je in een globaliserende wereld waarin algemene standaarden worden gehandhaafd, daar gaat een spanning tussen bestaan. En dat is absoluut het geval. En dat verklaart ook veel van de onvrede die er over globalisering is geweest. En er zijn ook economen die zeggen, eigenlijk zijn we doorgeschoten daarin. We zijn te ver gegaan in het globaliseren van allerlei rechten. Want je moet heel goed kijken, eigenlijk in eerste instantie, wederom als je er economisch naar kijkt, van wat is eigenlijk de rol van de staat? Wat wil je de staat eigenlijk laten doen? En welke problemen die de kan de staat aanpakken, ten eerste. En ten tweede, als een staat problemen aanpakt, op welk niveau moet je dat dan wat mij altijd opvalt, Marietje Schaake, is dat er in Nederland wel eens wordt gezegd dat is heel moeilijk aan te pakken, want we hebben nou eenmaal Europese wetgeving, of het zijn grote bedrijven die zich heel moeilijk laten aanpakken omdat ze globaal activistisch opereren of zelf bepalen waar ze hun hoofdkantoor neerzetten. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld als je naar de Franse wetgeving kijkt, dat ze daar gewoon hartstikke scherp op zijn. Op het moment dat je onder Franse, op Frans grondgebied wil ondernemen, heb je je te houden aan Franse wetgeving. Ja, maar dat is in Nederland ook zo. Ja, en toch voelt het dus in Nederland veel meer tot een spanningsveld. Ja, maar ik denk dat er ook... Ik werk aan handelsbeleid en dat doen we ook op Europees niveau, handelsregels, omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat globalisering niet een soort race naar de bodem is, maar juist gebonden is aan regels, dat je die standaarden probeert hoger te maken, et cetera. Maar er wordt ook best veel gesuggereerd over de maakbaarheid van globalisering, denk ik. En ik ben ook benieuwd wat u daarvan vindt, omdat ik hoor heel vaak inderdaad, we zijn doorgeschoten in globalisering. Ik denk dat economische krachten heel sterk zijn. Dat mensen allemaal goedkope shirts willen halen bij winkels hier in de Kalverstraat. Die zijn dan inderdaad onder slechtere arbeidsomstandigheden door mensen aan de andere kant van de wereld gemaakt. En de vraag is, kun je daar door regelgeving een verbetering in aanbrengen? Ik denk dat het kan. En ik denk ook dat we daar voorbeelden in hebben. Ik zou de vraag eigenlijk nog wat soberder willen stellen. Want het is heel goed dat we ook naar de rest van de wereld kijken. Maar ik zou eigenlijk gewoon eerst eens even nog naar Nederland en misschien er nog wat ruimer dan Europa willen kijken. Ik krijg sterk de indruk dat gewoon heel veel arbeidsrechten worden uitgehold die oorspronkelijk pal zijn opgeschreven in zo'n grondwet. Binnen de Europese Unie? Ja. Ik moet zeggen dat ik daar niet dagelijks mee bezig ben. En ik ben er ook niet wetenschappelijk mee bezig. Misschien weet u dat beter, maar ik denk dat het punt is, welke problemen zijn eigenlijk nou onvermijdelijk problemen die op Europees niveau moeten worden aangepakt. En dan denk ik dat er een punt te maken is. Kijk, daar kunnen mensen over van mening verschillen. Maar ik denk dat er een punt te maken is dat er helemaal niets tegen is om arbeidsmarkt gewoon nationaal te reguleren. Als binnen een bepaald land andere opvattingen zijn over wat arbeidsrecht is dan binnen Europa dan in een ander Europees land, dan is het aard van het probleem, het betekent helemaal niet dat je dat hoeft te centraliseren. Maar dat is dus ook zo? Arbeidsrecht wordt toch op nationaal niveau geregeld, dus ik begrijp niet hoe dat verschilt met de realiteit die we al kennen. Nee, maar ik heb het nu over Europese regels waar je naar gezamenlijke standaarden gaat. Neem gewoon de single market. Een single market betekent dat je zelf de standaarden nastreeft. Een capital market union. Zelf de standaarden nastreeft door het hele eurogebied heen. Dus harmonisering van faillissementswetgeving en dat soort zaken. Ja. En dat hoeft, er is geen enkele reden als er tussen landen daar verschillen over zijn om dat te doen. Maar om u goed precies te begrijpen wat u zegt, zegt u dan feitelijk ook dat Nederland soms nog wel eens zijn eigen grondwet in dat opzicht met voeten treedt om naar die harmonisering te kunnen gaan, om toch uiteindelijk iets flexibelere verdragen te ondersteunen? Ik denk dat in die redeneringen niemand de grondwet zo bij de hand heeft zoals u hem daar nu heeft liggen. Dat het meer een sluipend proces is geweest, maar dat het de facto wel gebeurt en ook steeds verder gaat. Nogmaals, we doen het zelf. Nee, maar daar kan dus ook op worden ingegrepen. We hebben deze week een zaak gezien voor het Europees Hof over of Uber nu een technologieplatform is of een transportbedrijf, dus een taxibedrijf. En die kwalificatie maakt dat lokale wetgevers, dus in Nederland of zelfs in Amsterdam, omdat juist taxiwetten heel vaak echt nog lokaler zijn dan op nationaal niveau, maakt dat die op een andere manier met Uber om kunnen gaan. En daar was strijd over. Want Uber zegt, nee hoor, wij zijn een neutraal platform. Wij verbinden chauffeur Jan aan passagier Marietje. En verder hebben we daar niks mee te maken. Dus ik zie wel dat de trend naar steeds meer ZZP en losse tijdelijke contracten natuurlijk de zekerheid van een arbeider of een dienstverlener verzwakt ten opzichte van een vast dienstverband bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat daarin, onder andere door dit soort rechtszaken, ook al wordt teruggeduwd op basis van de wet en de regels. Als je kijkt naar een ander voorbeeld van wat zeker ook in de Nederlandse grondwet onderwerp van nationale zorg is, het organiseren van herverdeling, solidariteit. Nou, een van de dingen die nu voor de deur staan is om op Europees niveau weer een verdere stap te zetten op dat organiseren op Europees Wat bedoelt u niveau. Precies? Nou, bijvoorbeeld nu de omvorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme en het Europees Monetair Fonds, waar het Europees Monetair Fonds bijvoorbeeld een verzekeringsmechanisme tegen asymmetrische schokken moet hebben, waarin volgens sommigen, nogmaals, we weten niet precies hoe het eruit gaat zien, maar volgens sommigen dat fonds ook landen moet gaan stimuleren om te gaan convergeren met de andere landen. Nou, dat is een onderwerp van staatszorg die dus eigenlijk het solidariteitsbeginsel van het zorgen, sociale zekerheid, overbrengt van het nationale niveau, waar het tot nu toe is georganiseerd, naar het Europese Ik denk dat iets anders is. Dat het niet zorg en sociale zekerheid is, maar dat het meer economische risico-indekking is. Dus op een macroniveau, niet op het persoonlijke. Maar is dat niet precies het probleem? Als je het als een economische systematiek gaat beschouwen, dan worden burgers ook eerder consument. En dan gaat het eerder over consumentenrecht en misschien minder over burgerrecht. En dat is een beetje dat schuiven van laten we maar zeggen, nou ja, bewustzijn, wat zich daar de laatste jaren klaarblijkelijk heeft voorgedaan. Ja, ik weet is het niet heel fundamenteel, zeg maar, als onderdeel van met wie je solidair voelt. Wilt verklaren. En ja, als daarachter is een soort abstract risicodelingsmechanisme weggeet, dan ben ik het wel mee eens. Dan suggereer je misschien dat het om een soort economische verzekering gaat, terwijl het in feite om een uitbreiding van de gemeenschap gaat, van mensen met wie je solidair wilt zijn. Ja, maar komt het niet ook omdat je, en ik wil straks ook nog wat over die grondrechten zeggen, maar ik probeer nu even aan te haken op het punt van solidariteit. Maar heeft het belang van solidariteit, bijvoorbeeld ten aanzien van iemand die verder van je af woont, hè, niet alleen in je eigen land of stad of dorp of straat, maar ook in je eigen Europese Unie, heeft ook te maken met hoezeer je van elkaar lotsverbonden of afhankelijk bent. Dus ik denk dat zo'n schokabsorptiefonds, en nogmaals, ik ben geen econoom, dus ik twijfel bijna of ik er zo op in moet gaan, maar dat het doel daarvan juist is dat als er een crisis of risicosituatie is, dat er dan niet een buitengewone impact is op mensen ergens in de Unie. Maar dat zal niemand op zichzelf betwisten, wat natuurlijk wel ingewikkeld wordt als daar en passant een aantal rechten mee worden ingeruild of verzwakt worden. Ja, maar dan wil ik daar een voorbeeld van. Want het is een abstract construct wat ik niet... Ik herken het niet onmiddellijk. Ik bedoel, ik snap wel dat er globalisering is en dat je moet oppassen dat het niet een race naar de bodem wordt. En daar ben ik het helemaal mee eens. En dan kun je kijken naar milieustandaarden, arbeidsstandaarden. Zeggen, een heel simpel voorbeeld is die fiscaliteit. De fiscale grondslag van bedrijven. Ja. Waar rechtstreeks in een zekere zin aan het recht van ondernemerschap en daarmee ook het recht op arbeid en zekerheid en solidariteit allemaal met elkaar verbonden zijn. Men verklaart zich feitelijk niet solidair door hier niet te willen worden getekst. Ja, tegelijkertijd staat er in de grondwet heel veel over bestuur en hoe dat wordt vormgegeven. En zijn een aantal van die belastingdeals gewoon met een handtekening van de zittende regering gedaan. Dus ik denk dat we meer een gesprek hebben over wat we wenselijk en legitiem vinden in plaats van of het nou wetmatig is, ja of nee. Oké, even heel precies. Het kan dus eigenlijk allemaal wel wettelijk worden afgedwongen. Je kunt dat op nationaal niveau heel goed regelen. Maar het is een keuze. Nou, kijk, ik denk dat je als je een interne markt hebt, zoals we hebben in Europa, maar die is nog niet voltooid, dus dat is eigenlijk vooral een ideaal waar stapjes naartoe worden genomen, dat het dan beter is om niet te concurreren met elkaar. Bijvoorbeeld door van die deals, hè, wat we in Ierland hebben gezien, speciale deal voor Apple, waar nu een boete voor is opgelegd. Ja, maar er is ook weer een boete voor opgelegd, dus het is een... het is nog niet uitgekristalliseerd. De Europese Commissie zegt ook hiermee zijn burgers tekort gedaan. Is er een unieke deal gemaakt tussen Ierland en in dit geval Apple en niet voor andere bedrijven. Dus het is eigenlijk oneerlijke staatssteun. Dat mag niet. Nee. Dus er wordt over getwist. Onder andere omdat de vraag wat is eerlijk? Hoe moeten grote bedrijven ingekaderd worden, zich aan regels houden? Omdat die continu op de agenda staat. Okay. Laten we het even vanaf de andere kant benaderen. Is het op dit moment zo, ziet u dat in de literatuur, ziet u dat in studies, dat er sprake is van bedrijven die zich feitelijk door hun enorme omvang en hun globale manier van opereren kunnen onttrekken aan nationale grondwettelijke regels? Met andere woorden, dat zij eigenlijk hun eigen wereldrijk kunnen zijn. Dat weet ik niet zo, maar wat je natuurlijk wel ziet, maar dat is weer niet de grondwet, dat is het fiscale. Ja, de bedrijven die gaan naar de plek waar ze voor hunzelf het beste uitkomen. En dan kom je, als je het weer omdraait, kom je weer bij de vraag van moeten landen dan het recht hebben om hun eigen belastingtarieven te kunnen vaststellen. Ja. En dat is dus binnen Europa wordt dat steeds lastiger, want dan word je als belastingparadijs gebrandmerkt. Ja, gebrandmerkt. Terwijl het heel wel kan zijn dat de groep mensen die toevallig Nederland vormt, ja, het belastingregime zoals gedefinieerd is, het beste vindt en het beste bij zijn eigen. Maar dat is toch nu zo? Ik bedoel, het wordt toch nu ook in Nederland vormgegeven zoals... Ja, maar dat staat wel onder druk. En precies, maar dat is toch ook gezond? Ik bedoel, dat is toch ook waar de democratie over gaat? Dat als er een nieuwe realiteit is of een veranderende mening onder de politieke vertegenwoordigers, dat zij dan iets kunnen doen om het te veranderen. Hetzij in Amsterdam, omdat er opeens Airbnb is en sommige mensen dat leuk vinden en anderen weer niet. En daar een nieuwe balans in gevonden moet worden door regels. Nou, ook op Nederlands niveau. Dan is er een praktijk van een bepaald belastingregime. Dat geldt voor Nederland. Dat komt onder druk te staan. Dat vinden mensen dus kennelijk minder wenselijk. Of hebben daar nieuwe eisen voor. Ja, maar hier gaat het om onder druk komen te staan. Niet omdat de eigen bevolking het niet wil. Maar omdat de bredere Europese Unie of het IMF of noem maar een andere internationale organisatie het niet wenselijk acht. Omdat men eigenlijk wereldwijd geharmoniseerde regels wil. Is dat een oplossing om te zeggen, dan moet je ook die grondwettelijkheid naar datzelfde hoge plan tillen? Dan moet je een Europese grondwet maken. Kun je twee kanten op. Dat geldt voor de Europese integratie en dat geldt voor de algemene vraagstuk. Als je het idee hebt, als je vindt dat het is doorgeschoten, hè, dat individuele landen te weinig hun eigen rechten vorm kunnen geven, dat ze onderdeel van het grote geheel uitmaken. Dan moet je in het Europese geval terug naar wat afstand nemen van de Economische Unie. Wil je wat stappen terugzetten, kun je nog steeds vrijhandel overwegen. Maar dan is de nationale soevereiniteit hersteld. Dan hoef je ook niet meer aan budgetregels en dergelijke dingen te houden. En allerlei andere regels die nu onderdeel van het pakket zijn. Of de andere kant op, als je zegt nee, we moeten dat echt afmaken. Dat is nu incompleet en dus daar komen spanningen op. Dan moet je naar de politieke Unie. En dan moet je een Europese grondwet. Dan moet je een Europese grondwet en een Europese regering. Maar als je handel hebt, gaat dat ook met regels samen. Ik denk dat dat soms een soort misverstand is van ja, je kunt dan terug naar het nationaal niveau, wel vrijhandel. Maar daar zijn ook weer allemaal regels voor nodig op een bepaald niveau. Dus er zijn sommige regels die gelden wereldwijd via de Wereldhandelsorganisatie. Sommige regels die gelden specifiek binnen de Europese Unie. We hebben ook nog universele mensenrechten. Nou, die hebben we in elk geval in conceptuele vorm wereldwijd afgesproken voor alle mensen. Daar wordt helaas niet overal dezelfde waarde aan gehecht en al helemaal niet in de praktijk gebracht. Maar er zijn dus op thema's, het Parijse Klimaatakkoord, zijn er wereldwijde afspraken. Soms wereldwijd, soms van een deel van landen. Een coalitie zou je kunnen zeggen, of een unie zoals in het Europese geval. Ik denk dat je dat meer gaat zien, ook naar de toekomst toe. Dat er op thema's coalities gaan ontstaan of afspraken tussen een kleiner aantal landen waarin ze zeggen, wij gaan het zo aanpakken tussen ons voor dit thema. Ik hoor jullie toch niet zeggen dat er op dit moment een tekort zou zijn, een grondwettelijk tekort ten opzichte van die multinationals? Ik zie een achterstand in het aanpassen van de regels, maar ik zie niet per se waarom het grondwettelijk een probleem is. Ik zie zeker een probleem met de macht van grote bedrijven. Laat me dat nog een keer onderstrepen. Alleen ik denk dat er in principe wel manieren zijn om er iets aan te doen. Het punt is alleen, niet iedereen is het daarover eens. Dus wat wij politiek de hele dag door ervaren is, hoe ver moet je nou gaan in het inperken van die bedrijven? Want ja, misschien komen er banen op het spel te staan. Je zoekt naar een balans, althans. Ik denk dat dat... Even een komma, want er werd hier aan deze tafel toch tot twee keer toe heel nadrukkelijk gezegd, er moet een groter bewustzijn zijn over het belang van de grondwettelijkheid, van het staatsrecht. En juist in de politiek, hebben we geconstateerd, is dat inzicht soms een beetje wobbly. Geldt het dan op dit terrein ook? Zijn we eerder geneigd om die economische kant te kiezen en het dan een beetje losser te organiseren dan dat we echt pal staan voor die rechtsstatelijkheid? Hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Er zijn mensen die willen zo min mogelijk beperking van de markt. Er zijn mensen die willen dat de overheid alles bepaalt. En die mensen moeten in de arena, aangegeven door de grondwet, of in elk geval in de structuur die hier geldt, moeten zij zorgen dat hun idee wint. Oh. En die dynamiek, die zie je. Maar ik denk dat het bewustzijn van de grondwet aan zich een belangrijk doel is. Ja. Ik ben het ermee eens dat er verschillende opvattingen zijn over wat de rol van de overheid moet zijn. Meer markt, minder markt. Maar waar het hier om gaat is waar die beslissing genomen wordt, waar je precies die balans zoekt. Neem je die op het hogere niveau en heb je die strijd op het hogere niveau? Of zeg je, er zijn structurele verschillen tussen bijvoorbeeld hoe Frankrijk kijkt naar de rol van de markt en hoe Nederland dat wil. En als het laatste het geval is, dan is het gevaarlijk tussen aanhalingstekens om die beslissing op Europees niveau te nemen. Dan ja, dan toch vind ik het dat jullie het zo een beetje eng interpreteren. Want er is ook aan deze tafel al geconstateerd, het gaat er niet alleen maar om dat je naar je eigen belang kijkt als politicus of als partij. Gerdy Verbeet zei dat in haar inleiding. Je hebt als Staten-Generaal een verantwoordelijkheid voor het landsbelang. En dat is niet alleen maar een economisch belang. Dus als het zogenaamd een strijd is tussen degene die de vrijhandel vergroot wil of juist verkleind wil, dan zou je en passant rustig de staatsrechtelijkheid door de wc zien verdwijnen. Nou, ik denk dat het gelukkig, doordat we ook sterke instituties hebben die elkaar controleren, zo'n vaart niet zal lopen. Maar het is waar dat mensen ook, als ze volksvertegenwoordiger zijn, voorstellen kunnen doen die ingaan tegen de grondwet. We zien dat elke dag in Nederland gebeuren. Maar ik denk dat het, ook als je kijkt naar het niveau waarop er iets moet gebeuren, dat het allemaal al aan de hand is. Dus we kijken niet naar een soort ongeschreven blad. Maar we zien al dat er op lokaal niveau bepaalde dingen worden geregeld, op nationaal en op internationaal niveau. En het hangt er dus inderdaad van af naar wat voor een wereld je streeft. Dus of je denkt, het maakt me niet uit wat de prijs is in economische zin, maar alles moet in dienst staan van milieubescherming. Of alles moet in dienst staan van baanzekerheid. Of een universeel inkomen. Daar zijn ook mensen druk over bezig om te kijken of dat haalbaar is. Dus het is uiteindelijk natuurlijk een afweging. Je kunt niet de allerhoogste standaarden in één keer op de hele wereld bereiken. Maar als het ten koste gaat, als het ten koste gaat van reeds vastgestelde democratische wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, wat we nu bij een aantal van die grote bedrijven zien, dat die grijpen direct in op structuren die opeens niet meer zeker blijken te zijn. ZZP-constructies die worden afgedwongen, betaling onder het minimumloon. Dat zijn toch fundamentele kwesties. Maar dan moet de wetgever toch in actie komen? Ja. Zoals ook, nou ja, in elk geval, in sommige gevallen gebeurt. Dus er is dan toch wel een mogelijkheid om dat aan te passen als het onwenselijk is. En in uw optiek is het zo, we hobbelen misschien een beetje achter de feiten aan, want die bedrijven die ontwikkelen zich snel, maar er is niet sprake van een Ik denk dat er geen fundamentele machteloosheid is van de wetgever ten opzichte van de bedrijven, maar het hangt van politieke keuzes af. En er zijn ook echt mensen die denken, nou prima, laat de markt zijn werk maar doen. Dus dat is één probleem. Het andere probleem is wel dat je inderdaad soms te maken hebt met een beperkt territorium waarin je werk kan doen. Dus laat ik een voorbeeld nemen. Wij kunnen wel technologiebedrijven in Europa zich aan privacyregels laten houden in Europa. Maar die gelden bijvoorbeeld niet in Amerika. In elk geval niet op dezelfde manier. Daardoor kunnen die wereldwijde bedrijven daar toch weer sterker worden. Ja. En heeft dat impact bijvoorbeeld voor hoe een Nederlandse start-up, ik noem maar een voorbeeld, kan concurreren met zo'n enorm groot bedrijf, omdat de regels anders zijn. Ja, nogmaals, ik ben het er heel erg mee eens dat er allerlei afwegingen worden gemaakt. Maar ik denk dat de kern van de vraag is, waar worden die afwegingen gemaakt? Wie is de wetgever? Doe je dat op Europees niveau of is het een nationale bevoegdheid? En als het zo is dat uiteindelijk er systematische verschillen zijn, laat ik het zo zeggen, tussen de voorkeuren van, laat maar weer twee willekeurige landen noemen, Nederland en Polen, dan is het niet optimaal om dan wetgevingsvraagstukken op Europees niveau aan te pakken. Dan ondermijn je het recht van Polen om zijn eigen sociale beleid, of welk type beleid het ook maar is, te voeren. Dit komt allemaal niet uit de lucht vallen. Er is het fenomeen subsidiariteit. Het idee dat een beslissing zo dicht mogelijk bij de burger wordt genomen en ook gecontroleerd. Dus afspraken over een park of parkeerplaatsen hier naast de balie in Amsterdam. Afspraken over een snelweg of een treinverbinding tussen Rotterdam en Maastricht in Nederland. En bovennationale fenomenen op Europees niveau. En de regeringen of de bestuurders in de respectievelijke Europese lidstaten hebben natuurlijk gekozen voor wat ze gezamenlijk willen doen. Daar komt een commitment uit voort. En dan zijn er ook weer regels in de verdragen die vastleggen of een land in overtreding is. Polen is een mooi voorbeeld in die zin, omdat we deze week hebben gezien dat de Europese Commissie een procedure start, omdat de Commissie meent, de Europese Commissie meent dat het land Polen met rechtsstatelijke wijzigingen in overtreding is van eigen gemaakte afspraken. Dat is dus niet een soort Nederlandse dwang naar Polen toe of zo, maar dat is een handtekening die gezet is. En ja, daar zitten wel consequenties aan. Maar gelooft u werkelijk dat het subsidiariteitsbeginsel echt leidend is in wat we verdelen tussen het Europese niveau en het nationale niveau? Dat er gebeurt dus niets op Europees niveau dat eigenlijk gewoon nationaal zou kunnen. Nou, dat hangt van uw opinie af, denk ik, maar er is... Landbouwbeleid? Goed, ik stop hem hier, want dit is een andere discussie. We kunnen concluderen dat jullie beiden zeggen, nou oké, er is zorg over hoe snel je als wetgever achter de ontwikkelingen op internationaal niveau van grote bedrijven aanloopt. Maar er is niet sprake, in ieder geval niet aantoonbaar, van een uitholling van onze eigen grondrechten ten opzichte van die ontwikkelingen daarboven. Nou, dat vind ik op zichzelf een redelijk geruststellende gedachte. Dank jullie wel. Zoals aangekondigd... is het laatste woord aan Gerard Spong. Hij is gevraagd om te reflecteren op onze grondwet, op de rode lijn en op de vraag wie staat er pal. Gerard Spong. Ja. Nou, dames en heren, wie staat er pal voor de rechtsstaat? Dat was de prangende vraag. Wie bewaakt die rode lijn, zoals Lennart het zei? Dat zijn natuurlijk advocaten. Dat antwoord is simpel. Ik geef u een voorbeeld. Iedereen denkt dat we in Nederland recht hebben op een eerlijk proces. Dat hebben we eigenlijk ook wel. Maar dat recht op een eerlijk proces staat niet in de grondwet. Dat is zo raar. Het meest elementaire... wat we hebben staat niet in de grondwet. Die grondwet is dus eigenlijk toch ergens misschien wel een fortje papier. En dat het eigenlijk ook zo raar is, dat eerlijk proces en dat wij advocaten dat moeten bewaken. Dat wordt al aangetoond door de procureur-generaal. He, die man die heeft hier een ontzettend interessant verhaal gehouden, maar op het moment dat ik aan het woord kom, loopt hij weg. Ziet u hem nou? Dus de vervolgende instantie loopt weg, wil niet horen wat de verdediger te zeggen heeft. Dat is eigenlijk een dieptepunt van een eerlijk processtructuur. Maar goed, ik ben hier gevraagd om tegen een hele bescheiden vergoeding... iets te zeggen over de grondrechten. Nou, daar komt hij dus. Kijk, het zit zo, hè. Grondrechten worden, naar algemeen wordt aangenomen, geacht fundamentele rechten van de mens te behelzen. Of dit helemaal synoniem is met mensenrechten, dat is niet helemaal helder. Dat komt omdat onderscheid wordt gemaakt tussen klassieke en sociale grondrechten. Klassieke grondrechten beogen de burger garanties te bieden ten aanzien van overheidshandelen. Sociale grondrechten worden aangeduid als hetgeen in ons land algemeen als een maatschappelijke verworvenheid en als plicht van de overheid ten aanzien van de ontplooiing van de mens wordt ervaren. In het handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt gerept over ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid, van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ook worden in dat handvest nog de rechten die in het bijzonder voortvloeien uit constitutionele tradities en internationale verplichtingen die lidstaten gemeen hebben, erbij gesleept. Het ziet er keurig uit. Dit Europese handvest kent 50 grondrechten, terwijl er in onze grondwet 23 staan vermeld. De angstige gedachte bekruipt mij dus dat Nederland zeer zuinig is met grondrechten. En vandaar dat woord going Dutch. Grondrechten zijn dus belangrijke ankers. Zij fungeren als een soort moreel en juridisch kompas. Niet dat dat zoveel helpt, kan ik u zeggen. Want de overheid beschouwt in de meeste gevallen de grondwet, zoals ik het zo even al uitdrukte, als een fotje papier. Waar mogelijk worden grondrechten door die overheid genegeerd en geschonden. Dat zit gewoon in de genen van een onbetrouwbare overheid. Neem nou de op 10 december 1948 aangenomen universele verklaring van de rechten van de mens. Plechtig, met veel poeha en veel champagne, in New York aangenomen. En nog geen 8 dagen daarna, na deze feestelijke ondertekening door ons land, lanceerde de Nederlandse regering in Indonesië een grootschalig offensief, eufemistisch de tweede politionele actie geheten. De inkt van de universele verklaring en de Nederlandse handtekening was nog niet droog of Nederland trok ten strijde. En hoe? Het bleek een vrijbrief 8 dagen na die universele verklaring voor moord, brandstichting en vertrapping van alle denkbare mensenrechten van Indonesiërs. Terwijl de Nuremberg-processen zich voltrokken, Anton Mussert in Den Haag werd berecht en geëxecuteerd, stierven 150.000 Indonesiërs door Nederlands militair geweld. Joris Luijendijk wees er enkele weken geleden in zijn uiterst beklemmende en zeer goed gedocumenteerde Socrates-lezing van 4 december van dit jaar erop, dat gemiddeld toen iedere 15 minuten een Indonesiër 24 uur per dag, 52 weken per jaar, 4 jaar lang door Nederlands militair geweld om het leven kwam. Ons eigen Vietnam noemde hij dat cynisch. Dus kom niet aan met zulke geweldige woorden als de rechtsstaat. Ondanks alle vrome teksten in de grondwet, zoals het recht op leven en toegang tot een rechter, is er nog nooit een strafproces dienaangaande gevoerd. Wel maken we ons druk over schendingen van mensenrechten bij de buren en overzeese landen. En om ons bezoedelde geweten te verhullen en te camoufleren, presenteren wij ons naar de buitenwereld toe als het juridische Walhalla. Een hypocriete schijnvertoning van je welste is dat. Met veel diplomatiek vernuft is het Joegoslavië-tribunaal dat na Mladic zijn poorten sluit en het internationaal hof binnengehaald. Het Vredespaleis is 500 meter daar vandaan gelegen en Europol, het opsporingshoofd in de EU dat liever drugsboeven dan oorlogsmisdadigers opspoort, ligt daar ook vlakbij. En, dames en heren, daar hebben we natuurlijk ook onze rechters. Je zou denken, die beschermen de rechtsstaat, maar nee hoor. Nog amper 15 jaar geleden, in 2001 en 2003, besliste de Hoge Raad in Nederland dat beledigende opmerkingen jegens homo's niet strafbaar zijn indien en voor zover ze gebaseerd zijn op een geloofsovertuiging. Het was in de zaak van een zekere Leen van Dijk. Ik denk altijd aan een groenteboer in Dronten, maar het was een parlementariër. En die schold gewoon de Nederlandse homo's flink uit. Zo werd bijvoorbeeld de uitlating van die Leen van Dijken, helemaal geen fris type als je het mij vraagt, waarin de gelijkstelling van een zogeheten praktiserend homo aan een dief werd gepredikt, niet strafbaar geacht. Discriminerende rechtspraak, zou ik zeggen, van het zuiverste wijwater. En het Europese Hof voor de rechten van de mens was in die tijd, 2002, geen haar beter. Zo is er de uitspraak van dat Europese Hof in februari 2010... waarin het recht op adoptie aan een Franse homo werd ontzegd. Het betreft volgens een opgemaakt sociaal rapport een celibataire homoseksuele man. Wat een wonder dat zoiets nog bestaat. Genaamd Monsieur Fretté. In dit rapport wordt over hem het volgende vermeld. Monsieur Fretté, nous apparaît comme un homme sensible, réflectief, attentif aux autres. Kortom, een schat. Een goedaardig knuffeldier. Monsieur Fretté, ofschoon celibatair, had ook nog voor bijstand van een vriend gezorgd. A représenté pour l'avant une image féminine. Zie hier hoe vergaand Monsieur Fretté door de inschakeling van een kennelijk heupwiegende, vrouwelijk ogende homo tegemoet kwam aan burgerlijke opvattingen over het beweerde gezag en belang van een man-vrouwbeeld voor een kind. Het mocht allemaal niet baten. Met 4 tegen 3 stemmen steunde het Hof het standpunt dat er in de wetenschap nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de mogelijke consequenties voor kinderen als ze worden opgevoed door 1 of meer homoseksuele ouders. De Oostblokrechters gaven toen de doorslag. Over de wetenschappelijke duidelijkheid voor de tere kinderziel met betrekking tot de funeste gevolgen van vechtscheidingen en wat zo merkwaardig huiselijk geweld heet, alsof het een gezellige matpartij betreft, daarover liet het Europese Hof zich niet uit. En tot de dag van vandaag strompelen we voort op dit benepen en bekrompen pad. Want ondanks diverse gay prides en homohuwelijken wordt er binnen het Koninkrijk der Nederlanden volop gediscrimineerd. Overigens, over dat Koninkrijk gesproken, waar zit dat lid van de Eerste Kamer? Oh ja, dat Koninkrijk is iets groter dan u denkt hoor. Het bestaat niet alleen uit het vasteland in Europa, plus 3 eilanden in het Caribische gebied. Nee, het aantal eilanden is 6. In het Caribisch gebied, want Curaçao en Aruba en Sint Maarten, dat zijn aparte landen, maar wel delen van het Koninkrijk. En ook zijn dus de BES-eilanden, dat zijn er 3, ook onderdeel van het Koninkrijk. Zij het dat ze een iets andere status hebben, namelijk die van gemeente. Dus Koninkrijk, kan ik u tot uw geluk, waarschijnlijk, zalig gevoel, meedelen, is groter dan u dacht. Maar daar beginnen dus eigenlijk ook de problemen. He? Want op Curaçao, ondanks die gay prides en die homohuwelijken hier, wordt er binnen dat Koninkrijk der Nederlanden volop gediscrimineerd. Volop. Op Curaçao, Sint Maarten en Aruba is het homohuwelijk niet erkend, noch ingevoerd. En in plaats van deze discriminerende eilanden uit onze staatkundige structuur te schoppen, blijven we hen in allerlei opzichten en vooral financieel ondersteunen. Zodoende financiert onze eigen overheid homodiscriminatie in plaats van er een einde aan te maken. In onze staatkundige structuur, in ons koninkrijk, waar Willem-Alexander als moderne vorst het ambt van staatshoofd bekleedt, kan er geen plaats zijn voor homodiscriminerende eilandregeringen. Ook al is het een beetje ver van ons bed. We moeten ze dus daar voor het blok zetten. Erin blijven zonder discriminatie of opzouten met discriminatie. Dat is pas echt taking seriously fundamental rights. Daar gelaten de steeds weer terugkerende Zwarte Piet-Sinterklaas discussie, waarin door voorstanders bezworen wordt dat het om het in stand houden van zo'n kindvriendelijke traditie en niet om verborgen racisme gaat, alsof er geen racistische tradities kunnen zijn, worden we al sinds jaar en dag met grote regelmaat overspoeld door onversneden racisme zonder dat er een haan naar kraait. Een witte Piet met wat roetvegen vanwege de schoorsteen maakt het feest, lijkt mij, in geen enkel opzicht minder opwindend. Maar goed, daar is nog niet iedereen achter gekomen. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting worden verder de meest racistische opvattingen via social media, inclusief ouderwetse kranten en televisieprogramma's, de wereld ingestuurd. Advocaten en rechters, kan ik u zeggen, verdienen er aan al deze zaken een goede boterham. Bij botsing van de hierbij in het geding zijnde grondrechten kies ik onvoorwaardelijk voor het antidiscriminatiebeginsel, omdat ik de gelijkheid van de mens, mede gelet op de historische en de actueel extreem rechtse opvattingen bij politici, het allerbelangrijkste vind. De misplaatste rassen- en godsdienstsuperioriteit van de ene mens boven de andere heeft immers in de loop der tijd meer menselijk leed veroorzaakt dan welke ideologie dan ook in dit aardse tranendal. Dat gelijkheidsbeginsel of discriminatieverbod staat niet voor niemendal in artikel 1 van de grondwet. Of op het discriminatie- ofwel racismefront is er verder, moet ik u geruststellen, ook nog wel wat goed nieuws te melden. Zo trok vorige week de PVV haar kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam terug, nadat bekend was geworden dat deze meneer niet alleen Marokkanen, maar ieder met een niet-blanke huidskleur uit ons land wilde verwijderen. Het viel mij op dat hij alleen maar dat wilde doen met een vliegtuig. Toen ik dacht, het is toch veel makkelijker om een paar van die grote mammoetankers erin te schakelen. En hoppakee, daar gaat gewoon een half Rotterdam erin. Maar nee. Maar goed, hij wilde ieder met een kleurtje eruit. Dat was zelfs de PVV te gortig en terecht. Maar wat mij zo opviel in deze affaire was verder ook nog dat er geen woord van excuus af kon. En dat is toch merkwaardig, want we zijn wel een land van excuustruzen. Het is er niet gekomen en het zal er waarschijnlijk ook niet van komen. Betrekkelijk zeg ik erbij, goed nieuws is verder dat de Hoge Raad een dik jaar geleden, op 1 november 2016, in een zogeheten dynamische verkeerscontrole-uitspraak een poging heeft ondernomen discriminatie in de opsporing tegen te gaan. Dat is dus discriminatie van de mensen die onder die meneer van zo even, meneer Verburg, de PG vallen. Hè? Dat u dat even goed weet. De Hoge Raad oordeelde dat een verkeerscontrole onrechtmatig kan zijn indien de doorzoeking van het in aanmerking komende voertuig, ik citeer, uitsluitend of in overwegende mate gebaseerd is op etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder of andere inzittenden in het voertuig. Dus heb je een neger in je auto, dan ben je gouden lul, als je niet oppast. Het venijn of het betrekkelijke van deze uitspraak zit hem natuurlijk in de woorden in overwegende mate. Want wanneer de etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder of inzittende aangevuld wordt met omstandigheden als het dure type auto, of de wijk waarin die dure auto rijdt, bijvoorbeeld een Rolls-Royce in de Zuidoost of in de Baarsjes. En verder ook nog het kenteken op een loesje firma staat, geregistreerd. Dan mag, om het gewoon plat te zeggen, wel gediscrimineerd worden op etnische of religieuze kenmerken. Het is al met al een weinig verheffende, teleurstellende uitspraak waarbij door de rechter, de hoogste rechter in ons land, de deur op een kier wordt gezet voor discriminatie van politiefunctionarissen. Wethouder Marianne van den Anker van Leefbaar Rotterdam stelde verder enkele jaren geleden als ultieme criminaliteitspreventie voor om speciale Antilliaanse zwangere tienermeisjes tot abortus te dwingen onder het motto dat zij toch alleen maar criminelen waren. Gelukkig is dit idiote criminogene voorstel van dit arme gansje in de prullenbak beland. En ook werd eveneens in Rotterdam op instigatie van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Guusje ter Horst, om maatwerk te leveren, zoals ze zei, voorgesteld dat criminele Antillianen een Antilliaanse coach aan de deur moeten krijgen. Mevrouw ter Horst leed onmiskenbaar aan een al dan niet tijdelijke verstandsverbijstering, of erger. Zelden heb ik zulke discriminatoren lariekoek gehoord. In Spijkenisse bijvoorbeeld worden overigens al sinds vele jaren na 21:00 s'avonds gekleurde autobestuurders voor controle tot stoppen gedwongen. Wist u niet, hè? Maar dat verklaarde een politieagent onder ede als getuige bij de rechtbank in Rotterdam. Zonder enige twijfel een racistische opsporingsmethode. En niemand, ook de PG die hier zat, valt erover. Niemand ligt er wakker van. Sterker nog, een overheidsdienaar in de persoon van een officier van justitie in Rotterdam verdedigde zelfs deze kwalijke vorm van discriminatie. En weer horen we niemand uit de hogere echelons, het college van PG's, iets daarover zeggen. Het tekent het onvermogen van de mensen waar wij verwachtingen van koesteren, overheidsdienaren, het college van procureurs-generaal, de rechter, dat zij eigenlijk niet goed in de gaten hebben wat rassendiscriminatie is. En dat is een buitengewoon deprimerende slotsom. Als laatste vorm van discriminatie van Antillianen mag de uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State van 3 september 2008 over de wet bescherming persoonsgegevens en etniciteit niet onvermeld blijven. Bij besluit van 11 december 2006 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en burgemeesters van 21 grote steden ontheffing verleend voor het verwerken van persoonsgegevens omtrent etniciteit in een zogeheten verwijsindex Antillianen, afgekort de VIA. Een van de doelstellingen van deze VIA was het terugdringen van criminaliteit die wordt veroorzaakt door Antilliaanse jongeren, die consequent worden omschreven als Antilliaanse risicojongeren. En in tal van notities en rapporten wordt gesuggereerd dat zij een ware plaag voor de Nederlandse samenleving zijn, door rovend en plunderend als een orkaan de Nederlandse samenleving te teisteren. Zij zouden verslaafd zijn aan een flitsende levensstijl. Gelukkig is dat rare ministerie inmiddels opgeheven. Voor een goed begrip en ter voorkoming van misverstand benadruk ik dat criminaliteit van Antillianen, Surinamers, Polen, Marokkanen, Oostblokkers en wat dies meer zij, in geen enkel opzicht wil ik dat bagatelliseren. Maar ik vroeg mij wel af om in het nogal beperkte criminologische denkraam van mevrouw Guus ter Horst te blijven, waarom wij geen brievenbusfirma-coach kunnen aanstellen om al die Nederlandse en buitenlandse bedrijven die de belasting ontwijken, denk met name aan IKEA, op het rechte pad te krijgen. Nu met deze belastingontwijking via rulings de Nederlandse samenleving miljarden euro's wordt onthouden. Een flitsende levensstijl van die Antillianen, weet u wel, schijnt ook voor die brievenbuseigenaren begeerlijk te zijn. Bij elkaar plunderen zij de Nederlandse samenleving naar schatting 1000 maal zoveel als al dat Antilliaans, Surinaams en Marokkaans geboefte bij elkaar. Nu is belastingontwijking geen misdrijf. Maar wat wel een misdrijf is, is dat Nederlandse ministers in de Europese Commissie maatregelen ter voorkoming van die belastingontwijking schijnen te blokkeren. Welk misdrijf dit allemaal oplevert? Het misdrijf van artikel 355 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin is onder meer opgenomen dat een minister tot 3 jaar gevangenisstraf kan worden veroordeeld indien hij opzettelijk nalatig blijft uitvoering te geven aan bepalingen van de grondwet. Die grondwet, heb ik u gezegd, kent een aantal sociale grondrechten. En weet u wat een heel bijzonder sociaal grondrecht is? Artikel 20. Het recht op bestaanszekerheid en de verspreiding van welvaart. Dat zijn volgens artikel 20 van de grondwet grondrechten waar de zorg van de overheid zich op moet richten. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat er niet zoveel welvaart verspreid wordt als de heer Rutte en zijn ambtsgenoten in Brussel er driftig voor zorgen dat die welvaart beperkt wordt tot de zakken van de brievenbuseigenaren, onder wie, zoals ik zei, IKEA, maar ook te denken valt aan Shell en Unilever. Zelf, moet ik u ook heel eerlijk bekennen, zelf zou ik ook dolgraag zo'n roering willen. Maar het enige wat ik krijg is een blauwe envelop. En het recht op bestaanszekerheid, zoals in de grondwet bedoeld, kan nog veel beter geregeld worden als aan die belastingontwijking een eind wordt gemaakt ten faveur van de problemen in de zorg. Kortom, goed beschouwd maken de betrokken Nederlandse ministers zich met deze fiscale obstructie in de Europese Commissie zich schuldig aan een misdrijf, ten gevolge waarvan wij op dit moment toch maar flink opgescheept zitten met een criminele regering. Ik voeg hier volledigheidshalve nog aan toe dat vroeger de wetgever een andere straf voor zo'n criminele minister in petto had. Te weten de straf van verbanning. Aangezien de minister van Justitie destijds, minister Modderman, waarschuwde dat deze straf van verbanning voor een beetje cosmopolitische minister, of één die geen familie heeft, een nicht bijvoorbeeld, en zich gemakkelijk verplaatsen kan, wellicht allemaal geen voldoende straf oplevert, vanwege die argumenten is uiteindelijk gekozen voor een gevangenisstraf. Er was overigens wel wat tegenstand destijds in de Tweede Kamer, omdat de minister van Justitie werd voorgehouden dat hij onmiddellijk na aanvaarding van deze wet zijn ambtgenoot van Financiën en al de ministers van Financiën in de laatste 5 jaar van tevoren zou moeten opsluiten en vervolgen. Tot op heden is deze strafbepaling een dode letter gebleken of wellicht een slapend doornroosje. Maar doornroosjes zijn er natuurlijk om wakker gekust te worden. Wel liefst door een mooie prins. En die zijn dun gezaaid. Voer allemaal voor elitehaters als Thierry Baudet. Hij wil zo graag 150 jaar terug in de tijd. Welaan, laat hij maar artikel 355 van het Wetboek van Strafrecht nieuw leven inblazen. In plaats van zich te buiten te gaan aan al die clowneske, charlataneske prietpraat. Mensenrechten blijven ook voor zogeheten autochtonen, dat zijn witte Nederlanders, een zorgenkindje. Gelukkig maar, zou ik zeggen, want zo krijgt het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de grondwet nog enigszins een extra dimensie. Een bijzonder geval van notoire mensenrechtenschending op vaderlandse bodem door autochtonen wordt ontegenzeggelijk gevormd door de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. Met zijn gasboringen die tot grote schade aan woningen van Groningers leidt en heeft geleden en hun privéleven heeft ontwricht. Dat terwijl artikel 7 van het handvest van de Europese Unie en artikel 8 van het EVRM, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, een ieder recht heeft op eerbiediging van niet alleen zijn privéleven, maar ook zijn woning. Maar voor de regering was jarenlang ordinair geld verdienen belangrijker dan het recht op privacy en een woning. en dat te respecteren. Duizenden noordelijke Nederlanders zijn hiervan het slachtoffer geworden. Hun recht op privacy en hun recht op een woning werd verkwanseld voor wat grijpstuivers. En volkomen terecht heeft het gerechtshof in Leeuwarden hun strafrechtelijke vervolging bevolen. De vervolging van de NAM. En de NAM is een semi-overheidsbedrijf. Ik heb het niet voor niemand al over criminele regering, dames en heren. Hier hebt u het voorbeeld ervan. Deze NAM werd overigens door dik en dun gesteund door minister Kamp van Economische Zaken. En u, allemaal u, mag zo direct de vraag beantwoorden of ook hij een criminele minister is. Ik ga het lekker niet zeggen, doet u dat zelf maar. En ja, tenslotte wil ik toch nog één gevalletje van stuitende discriminatie, ofwel uiterst malicieuze grondwetminachting, memoreren. Ik heb dan het oog op de voormalige minister van Justitie, Ivo Opstelten. U weet wel, de man die zogenaamde onafhankelijke rapporten van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, zat te contextualiseren. Zoals zijn ambtenaren het uitdrukken, welke knutselpraktijk echter verdacht veel op valsheid in geschriften en oplichting lijkt. Want met deze gecontextualiseerde, dan wel valse rapportage, leidde hij het parlement om de tuin voor wat betreft de wietwet en misleidde hij de Raad van State met betrekking tot haar oordeel over die wietwet van D66. Hij heeft dus eigenlijk gewoon D66 zitten naaien. Ook hij had maling aan de grondwet. Hij wordt, anders dan veel cliënten van mij, en daar zit hem het discriminatoire aspect in, echter tot op heden niet vervolgd. Over discriminatie gesproken. En dan is het zo jammer dat die PG nou net is weggelopen. Want als hij nou mij had aangehoord, had hij natuurlijk morgen direct, hoppakee, een officier van justitie en een paar politieagenten kunnen inschakelen en zeggen, pak die Opstelten even op. Maar nee, een man is weg, gaat de kerst. De kerst is belangrijker dan de mensenrechten, hè? Discriminatie. Het is maar mooi gesteld met ons land. Hè? Zitten we dadelijk te pimpelen onder die kerstboom. Terwijl die discriminatie maar voortwoekert en de PG die doet er geen bal aan. Maar goed, zo zit het nou eenmaal, leven nu eenmaal in elkaar. Het zal duidelijk zijn, dames en heren, dat in sommige gevallen een botsing van grondrechten onvermijdelijk is. En dan moet worden gekozen welk grondrecht voorrang heeft. Dat zijn pijnlijke keuzes. Uit de volgorde van de grondrechten in de diverse, zo even als fotjes papier aangeduide documenten, valt geen houvast te ontdekken. Want in het handvest bijvoorbeeld wordt het recht om een gezin te stichten eerder genoemd dan de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en ook eerder dan de vrijheid van meningsuiting. Persoonlijk, moet ik u zeggen, geef ik liever de voorkeur aan het recht op vrije meningsuiting dan het recht op vrijheid van godsdienst. Want dat heeft toch maar de samenleving eeuwenlang verwoest. In aanmerking genomen dat de godsdienst tot op de dag van vandaag slechts tot een bloedig fundament van onze beweerdelijke beschaving en ook de beschaving elders heeft geleid. De Rohingya's uit Birma kunnen u er alles over vertellen. En over de vrijheid van geweten hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken, omdat een ieder toch al denkt dat ik als advocaat gewetenloos ben. Misschien dat ik tegen deze botsingsproblematiek anders aankijk als we naast het recht een gezin te stichten in een wijziging van dit handvest en in onze grondwet, als we daarin opnemen het recht op seks. Ook iets wat ik heb gemist in de grondwet. Ook zo raar. Immers, zonder een recht op seks kunnen we naar de regelen der natuur geen gezin stichten. Het is natuurlijk aan de burgerlijke en religieuze achterlijkheid van onze respectievelijke grondwetgevers te danken dat het recht op seks niet in de grondwet is opgenomen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat op enkele staphorstenaren na meer mensen seks willen hebben dan er een godsdienst op na willen houden en elke zondag naar de kerk willen gaan. En als ik naar de televisie kijk en programma's als Temptation Island zie, aan mijn oog voorbij zie komen, dan vermoed ik ook dat een aantal onder ons graag het recht op privacy zelfs ondergeschikt willen maken aan het recht op seks. Het is dus de hoogste tijd om onze grondrechtencatalogus uit te breiden met dit recht op seks. Zodoende bijvoorbeeld kunnen een aantal gehandicapten bij de gemeente aankloppen om dit recht te verwezenlijken. Ik noem maar 1 keer in de maand, een beetje zuinig hè. En subsidie daarvoor te verkrijgen. Hoerengeld. Dat is eigenlijk heel normaal dat iemand hoerengeld krijgt. Ja. Menigeen zal nu wel denken dat wat ik hier sta te bepleiten het intrappen van een open deur is en dat het met de seks wel meevalt. Maar de recente rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens toont aan dat dat geenszins het geval is. En dat met betrekking tot dit recht op seks toch flink wordt gediscrimineerd. Het betreft natuurlijk seksendiscriminatie wel te verstaan. Zo kreeg een 59-jarige man die ten gevolge van een operatie impotent en incontinent was geworden, van het Supreme Court van Portugal in 2008 een immateriële schadevergoeding van een kwart miljoen euro, 250.000 euro. Terwijl een 50-jarige vrouw die ten gevolge van een gynaecologische operatie in Lissabon een ongevoelige vagina en ook incontinentie daarvan had overgehouden, en door het administratieve Supreme Court in 2014 een verlaagde immateriële schadevergoeding van slechts 50.000 euro kreeg toegewezen. Dat Portugese Hooggerechtshof, administratieve Hooggerechtshof, motiveerde deze verlaging en ook het verschil met die man onder meer met het argument dat de leeftijd van 50 jaar een leeftijd betreft, ik citeer, when sex is not as important as in younger years. Its significance diminishing with age. Deze discriminatie op grond van gender en of leeftijd werd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gelukkig subiet afgeserveerd. Want enkele maanden geleden, op 25 juli 2017, oordeelde dit Europese Mensenrechtenhof dat sprake was van een schending van artikel 8 en 14 voor wat betreft deze vrouw. Artikel 8 heeft betrekking op het recht op privacy en het recht, artikel 14 het verbod op discriminatie. Discriminatie op welke grond dan ook, zoals seks, ras, kleur, taal, religie, politieke of andere overtuigingen of nationale of sociale oorsprong. En het behoren tot minderheden vanwege geboorte of enige andere status. Er is dus nog hoop voor grondrechten en er is dus nog hoop voor mensenrechten. En ondanks alle trieste en weinig opbeurende wederwaardigheden waarvan ik hier slechts enkele heb genoemd, is de grondwet een kostbaar bezit. Want hoe verraderlijk de spelonken van de grondwet ook mogen zijn, het is en blijft een belangrijke rechtsbron waarin het functioneren van de democratie en de verhoudingen tussen overheid en burger geregeld worden. En last but not least, grondwetten worden gemaakt om de vrijheid van de burger te waarborgen en de almacht van de overheid te beteugelen. In tijden van nagenoeg oncontroleerbare geheime dienstoperaties, steeds uitdijende overheidsbevoegdheden en een constant pathologisch tekort aan integriteit bij overheidsinstanties is een grondwet van eminente waarde. Dank u wel. Goed, dames en heren. Gerard Spong, dankjewel. Ik hou het heel kort, want jullie willen allemaal nog even napraten en wat drinken. Dat kan zometeen hierboven, want deze bar gaat dicht. Maar er zijn volgens mij drie dingen die we vanavond mogen concluderen. De rechtsstaat zelf is een interpretatie en een reflectie van de tijd waarin we leven. Het is een toetssteen als je het hebt over de grondwet, maar geen hoeksteen. En je kunt maar beter advocaat worden om je als burger te wapenen tegen een grillige overheid en ambitieuze politici. Dank u wel.